Hey mensen, alles goed? Bij mij gaat het een beetje goed. Ik heb echt super koppijn. Ik slaap echt zo'n 12 uur per dag. Dus ik heb medicijnen, zeg maar. En dan word je echt super slecht van. Dus dat gaat niet zo goed. Ik heb even pauze genomen. Ik had vakantie, 2 weken van het werk, 2 weken rust. Dat had je echt hard nodig. Dus wat gaan we vandaag doen? We gaan vandaag de kapoteurs afstellen. Hoe doe je een kapoteur afstellen? Hoe werkt dat? Waar moet ik naar kijken? Wat voor geluid hoor ik dan? Dus dat gaan we dat vandaag doen. Let's go! Zo, wat gaan we vandaag doen? We gaan vandaag uitleggen hoe je een kapoteur afstelt. Ja, ik denk dat dat een goed idee is. Zo, dus ik heb al een stukje met de scooter gereden en hij loopt echt goed. Maar als hij warm is, loopt hij niet zo goed meer. Dus we moeten even kijken wat het probleem is. Ik denk zelf dat het aan de kapoteur ligt. Ja, dat moet wel. Ik heb die schroefjes niet. Dat is volgens mij M3 of zo, of M2. Hele kleine schroefjes zijn dat om die scherm vast te maken. Even kijken als ik het kan laten zien. Daar. Zo heb ik mijn camera gemaakt. Telefoon kapot te gaan, laptop kapot te gaan. En camera is ook... Dus ik denk dat het beste is dat ik even ga schetsen hoe het kapoteur een beetje werkt. Verder met het afstellen. Ik doe het wel heel simpel. Ik ga niet echt te diep op in. Gewoon simpel, dat iedereen het kan begrijpen. Dus er zijn 3 symptomen. 3 geluiden wat we kunnen horen. En dat de 3 geluiden zijn... Waap. Trrr. En... Hing. Dus wat betekent waap? Je geeft gas en opeens doet hij zo... Waap geluid maken. Waap betekent te veel lucht. Of te weinig benzine. Oh, ik heb echt slecht handschrift, kan niks aan doen. Dus dan hebben we het tweede geluid. Dat is trrr, je geeft gas en dus trrr, gaat hij stotteren. En stotteren, dat trrr geluid is te veel benzine of te weinig lucht. Dus net het omgekeerde. En de laatste is dat hing geluid. Je geeft gas en dus hing. Dat is het geluid wat je wil hebben. En dat is perfect. Bam. Of ja, perfect. Je kunt nooit perfect zijn. Ik bedoel... goed. Want perfect kan nooit. Dat kan gewoon niet. Of ja, dan sta je hem nu perfect af. En dan ga je de bergen in. Hoog in de bergen. Dat is minder zuurstof. En dan loopt je bommen minder goed. In de hoge bergen. Dat is minder zuurstof. Dus dan loopt je scooter veel te rijk. Want dan krijg je minder lucht. Maar wel dezelfde hoeveelheid benzine. En dat is niet goed. Dus wat is het probleem met deze Raox? Met deze Aerox? Scooter is koud. Geef gas. Krijg super snel op, loopt perfect. Als hij koud is, loopt hij erg goed. Maar als hij warm is, loopt hij niet goed. Trekt hij minder snel op, gaat een beetje stotteren. Hij houdt in, geen vermogen. Dus wat is het probleem dan? Als de scooter koud is, dan wil hij meer benzine hebben. Dus als je scooter koud veel beter loopt dan warm, dan betekent dat hij wanneer hij koud is, die extra benzine al krijgt. Op een gegeven moment is hij warm, na 10 minuutjes of zo. En dan krijgt hij te veel benzine. Dus bij mijn scooter zit een te grote sproeier in. We moeten er een kleinere sproeier in doen. Zo, wat gaan we nu doen? Nu ga ik even een klein schemaatje maken. Dat je kan zien van bij welke gasstand, bij hoeveel procent gas, welk probleem, wat er aan de hand is. Dus ik geef vol gas, is de hoofdsproeier. Ik geef half gas, is de gasnaald. Ik geef geen gas, is de luchtschroef stationair sproeier. Ga ik even schetsen. Oh, bijna een perfecte cirkel. Oké, dus dit is onze carburateur. Die hebben we door de helft gesneden. Door de helft is het gat waar de lucht doorheen gaat. Hier zit de benzine. Dat is wel een beetje duidelijk, hoop ik. Dus dit is mijn gasschuif. Moet je even bijdenken. Dit is geen gas. Geef ik gas, gaat die gasschuif omhoog. Vol gas. Geen gas, vol gas. 0% gas, 100% gas. En op de helft is het natuurlijk 50% gas. Stop dat ding weer met filmen. Dus ik heb het even uit mijn hoofd gedaan hoe het een beetje zit. Ik kan me niet precies meer herinneren hoe dat precies zat, het schema. Maar het is wel een beetje logisch. Dus natuurlijk moet ik je uitleggen wat ik heb getekend. Wat ik eerder zei, dit is mijn gasschuif. Dit is 0% gas. Ietsjes omhoog is 3% gas. Op de helft is 50% gas. Helemaal naar boven is 100% gas. Dus als jij vol gas geeft en hij loopt niet lekker, hij stottert met vol gas. Of hij houdt in met vol gas. Boop, of hij stottert vol gas. Kijk op het schema. We geven vol gas en dan kijken we hiernaar, 100% gas. Vol gas is voornamelijk de hoofdsproeierprobleem.
Dus zullen we zeggen, een andere situatie. Vol gas loopt hij goed. Hing. Dan doe je half gas en dan is het stotteren. Trrr. Of hij doet boap. Hij krijgt te veel lucht. Dat kan. Dus half gas, wat is het probleem dan? Half gas. Kijken we hier, half gas. Is voornamelijk de gasnaald. De stand van de gasnaald. Dus als je half gas problemen hebt, moet je naar de gasnaald kijken. En nu gaan we naar het volgende. Dit is wel interessant. Je ziet dat ik 3% heb gedaan. Want de carburateur is nooit 100% gesloten. Je gasschuif is nooit 100%, nooit op 0%. Waarom niet? Want dan loopt hij niet meer stationair. Dus je draait hier aan de stationair schroef. En dan gaat de gasschuif een beetje omhoog. Dus we zeggen 3, 4%. Misschien iets meer, 5%. Altijd anders. Dus zo zeggen, hij loopt niet stationair. Dan kijken we hier op 3%. Kijken we op het schema. Ongeveer 3% geen gas. En geen gas zitten we op stationair sproeien. Maar dat is eigenlijk nooit het probleem. Bijna nooit eigenlijk. Daar moet je gewoon vanaf blijven, vind ik. Ook als je aan het opvoeren bent. De stationair sproeien moet je gewoon vanaf blijven. Laat het gewoon origineel. Dus voornamelijk het probleem is de mengselschroef. De benzineschroef. De luchtschroef. Hoe mensen het ook noemen. Nou, dat is fucking mooi getekend, hè. Shit. Dit is gewoon een schema om te kijken van waar zit jouw probleem. Heb jij vol gas een probleem? Dan kijk je hier naar het schema. Vol gas, 100% gas, is voornamelijk de hoofdsproeier. Heb je voornamelijk half gas tot vol gas een probleem? Kijk je naar het schema. Half gas tot vol gas, kijk je naar. Oh, het is voornamelijk de gasnaald het probleem. De gasnaald. Of heb je voornamelijk van stationair naar half gas, dus daar hier tussenin. Kijk maar naar het tussen, stationair sproeien, mengsel, schroef en gasnaald. Dus het probleem kan ook een combinatie zijn. Het is interessant waar je moet naar gaan kijken. Heel veel mensen zeggen van, ja, mijn scooter loopt goed, vol gas, maar half gas doet hij niet goed. Moet ik dan een kleinere sproeier in doen? Nee, je moet kijken, half gas is gasnaald. Gasnaald, veranderen. En het belangrijkste is natuurlijk ook, onthoud de geluiden, de symptomen. Boap, te veel lucht, te weinig benzine. Brrr, is te veel benzine, te weinig lucht. En hing is goed. Ik wou zeggen perfect, maar een brommer loopt nooit perfect. Kan niet. Is onmogelijk. Zal ik het hierbij laten? Gewoon een korte video daarover. Was er nog iets wat ik wou zeggen? Ja. Wat komt daar aan? Een Vespa. Damescooter. Dit is een wijvenscooter. Die rijdt door de poep heen. Ja. Yo, wat gaan we nu doen? We gaan dat ding afstellen. De sproeier is iets te groot. De rollen zijn niet goed. Want hij trekt niet in één rechte lijn naar de top toe. Dus dat is een beetje vervelend. Maar dat dat ding niet in één rechte lijn naar de top trekt, hoeft niet per se aan de overbreng te liggen. Hoeft niet aan de trekveer te liggen. Hoeft niet aan de rollen te liggen. Hoeft niet aan de drukveer te liggen. Het kan ook gewoon aan de afstelling liggen. Dus we moeten eerst zorgen dat het ding goed is afgesteld. Dus goede sproeier. Goede gasnaald. Een goede gasnaaldstand, zeg maar. Ik zal gewoon van de gasnaald afblijven. Tenzij de gasnaald versleten is. Dus dan gaan we dat ding even een andere sproeier in doen. Oh ja, check dit. In de tussentijd dat ik aan het praten was, hè. Blablabla. Loopt die stationair. Maar als je gas geeft, sommige mensen kennen dit wel, dit probleem. Sta je bij een stoplicht en trek je weg. Maar je gaat niet weg. Dus je hoorde het geluid, hij ging stotteren. Dat betekent dat hij te veel benzine kreeg stationair. Dus dan moet hij meer lucht krijgen. Maar eerst de goede sproeier erin doen. Dus er zit nu een sproeier 76 in. We gaan er iets kleiner erin doen. Ik denk 72, moet ik even kijken wat ik heb. Ik kan me herinneren dat ik nog wel 70 heb. Maar we gaan even kijken hoe die reageert erop. 70. Sproeier 70 hebben we. Nog een 70. 66. 80. Ja, 76 naar 70 is wel heel erg drastisch. Maar ik ga het gewoon proberen. Gaan we eens kijken wat hij doet. Ik denk dat ik 72 nodig heb. Maar kijken wat hij doet. Dus als hij te veel lucht krijgt, is het waap, stottert hij nog steeds, is het te veel benzine. Dus ik denk dat dit onze nieuwe testbaan wordt. Want onze oude testbaan is ietsjes verder weg. Is de racebaan noemen we dat. Maar er wordt zoveel gebouwd daar nu. Mensen laten hun hondje uit daar. Dus het is niet zo veilig om daar zo brommetjes te testen en zo. En hard te rijden, dus dat is wel jammer. Dit is helemaal afgesloten, een heel mooi hek daaromheen.
Ik weet niet of het van de gemeente is of als iemand hem heeft opgekocht, dit stuk land. Dus, maar in ieder geval lijkt mij dit wel privéterrein, want alles was op slot. Maar er zijn mensen hier die waren boos. Zeg van een heel mooi stuk land. Kinderen kunnen daar achter voetballen op het veldje daar. En het is gewoon belachelijk dat het gewoon allemaal afgesloten is. Dat is eigenlijk ook een hele goede plek om voor rijinstructeurs, voor hun studenten, dat ze hier gaan leren rijden. Eigenlijk is dat een goede plek. Dus hopelijk wordt hier niet gebouwd. En dat is even zeuren. Dit is eigenlijk wel een hele goede plek. Niemand heeft last van je. Ik heb sowieso 150 cc damper erop gezet. Dus hij is sowieso al heel stil. Nog stiller dan een Cito uitlaatje. Ja, mensen kunnen niet klagen. Het snelweg is achter me. Er rijden auto's met 120. Nee, 100 mag je daar niet, hè? 100. Daar gaan we het ding even uittesten. De gasreactie is aanzienlijk verbeterd. Dus dat is echt super chill. Misschien is 70 echt gewoon de goede groeier hiervoor. Ik ga even eentje rijden. Dus hoe doen we stationair afstellen? Heel veel mensen hebben dat, staan ze bij een stoplicht, geven ze vol gas en dan gaat hij niet vooruit, maar hij stopt er. En dan gaat hij heen. Dan moet je de luchtschroef goed zetten. Eerst zorgen dat de hoofdsproeier goed is, gasnaal goed is. En daarna kun je stationair echt perfect afstellen. Dus wat je doet is de scooter warm laten lopen, en goed warm, zeker 10 minuten. Dat hebben we gedaan. En dan laat je hem even stationair lopen. Hij loopt nu stationair. En dan om zo te zeggen een minuut, 60 seconden, geef je vol gas. Gaat hij dan stotteren? Dan moet je de luchtschroef ietsjes verder openzetten, zodat hij dat niet meer doet. En dan als hij het niet meer doet, doe je hem ietsjes dichtdraaien. Zag je dat? Het is vol met rook hier. Kun je dat zien? Ik weet niet of de camera dat oppikt. Dus hij stottert. Er komt veel rook uit. Dus dan moet je de luchtschroef ietsjes opendraaien. En dan is hij perfect. We hebben een Derby Sanda, 5cc, met een Yasuni R2 uitlaat. En die loopt 103. Die Derby heeft echt zieke voorvoerpoten, niet normaal. We hebben een Suzuki TSX 5cc. Van Rini, of Rini, ik weet niet hoe je het zegt, sorry man. Ook vet ding man, veel schakelbrommetjes. En dan hebben we een blauwe Zip, 125cc 2-tak. Dat ding moet echt ziekelijk gaan. Van Lucas. Ik zag Lucas, ik weet niet, achterin zit volgens mij wat krassen. Ik zie wat wit daarachter. Weet je wat je kan doen? Je koopt je wat watervaste stiften. En dan doe je dat een beetje inkleuren met blauwe watervaste stift. Dan zie je dat niet zo erg meer. Als het krassen zijn, hè? Yes. Dus we gaan ophouden met de video. We gaan volgende keer weer verder. Er is wat tussen gekomen. De medicijnen zijn echt super slecht. Gaat niet goed. Nee, niet goed. Dus we gaan de volgende keer verder. Ik hoop volgende week, maar ik weet niet. Ik voel me echt zo slecht. Dus voor de volgende keer niet meer zie. Tot de volgende keer. Tata's. Oh shit, fuck me!